Yo, wat op. Ik sta hier voor appartementencomplex Blue Grey, want daar woon ik. Want vandaag is de room tour. Dus ik ga jullie vandaag even laten zien waar ik woon. Dus let's go. We zijn nu dus binnen in mijn huis en ik ga dit even op een vlogstijl doen. Hoe ga ik het doen? Ik weet niet. Ik woon dus hier nu in de Bijlmer, nu een maand. En ik kon buiten niet zo filmen, want ik was net aan het filmen, maar dat mocht eigenlijk niet. Omdat, ja, met mensen die langskomen en zo. Dus ik ga gewoon even alles hier vertellen. Voor de mensen die net examens hebben gehad, laat even weten hoe het ging. Wat vandaag in hoofd als het goed ging. Voor de mensen die nog een examen moeten maken, veel succes. Ik weet niet precies welke examens er nog zijn, maar in ieder geval veel succes. Maar dit is een studio, dus ik heb dus alles voor mezelf. Ik zit hier in een studiocomplex in de Bijlmer. Studiocomplex Blue Grey heet het. Ik zit hier nu een maandje. Hierdoor zijn we net naar binnen gekomen. En hier, meteen daarnaast, heb je mijn keuken. Dan lopen we verder mijn kamer in. En hier, meteen hier is mijn bed. Hoe noem je zoiets ook weer? Hoe noem je dit? Een divider van die IKEA, ja. Deze divider van IKEA, daar staan al mijn schoenen op. Hier staan mijn schoenen. Daarnaast staat mijn bureautje. Met mijn laptop. Ja, nu kan je hem toevoegen. Snel. Screenshot. Hier hebben we Julian. Daar is Julian, ja. En hier, iedereen kent het, jongens. Tada! Daar is mijn kledingrek en hij is kapot. Maar ja, dat is niet erg, want hij leunt toch tegen de bank aan. En hij is nu een beetje leeg, omdat veel van mijn spullen zitten nu in mijn tas. Die je daarnaast ziet staan. De bank, waar alle video's worden opgenomen. Nou, zoals je ziet, heb ik mijn tas ingepakt en mijn schooltas ligt daar. Die ga ik zo meteen nog even mijn laptop en zo in doen. Dan hebben we hier een klein tafeltje, ik heb niet zoveel nodig. En als ik op de bank ga zitten, heb ik hier mijn tv. Naast mijn bed hebben we de badkamer. Even beter licht. Waarom is het zo fel? Dit is de badkamer. Nu ziet het er heel grauwig uit. En daar ben ik. Oh, de spiegel is echt vies. Hier is mijn douche. Nou, in ieder geval. Hier heb ik nog een lampje staan voor in de nacht. Anders ben ik bang in het donker. Dat was in principe al mijn hele kamer. Oh. En als jullie nou ook op jezelf willen wonen, maar geen kamer kunnen vinden of weet ik veel wat, je weet niet hoe het moet, klik dan even hier links voor de video van Joey. Als jullie de voor- en nadelen van op jezelf wonen willen weten, klik dan even hier naast mij. En als jullie willen abonneren, mogen jullie even natuurlijk op mijn gezicht klikken. Jawel, zoals altijd. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Stay updated. Doei!